Ja, ik zie de staatssecretaris een beetje grappig kijken, maar ik vind eigenlijk helemaal niks grappigs aan. Ik snap ook niet goed waarom hij zo loopt te grinnegappen. Waar we ook meerdere keren over gedebatteerd hebben, waar u ook meerdere keren, of waar meneer Van Houwelingen, excuus voorzitter, ook meerdere keren zelf een inbreng heeft kunnen leveren en wat heeft kunnen wijzigen. En dan vind ik het wat, nou, ik vraag me eigenlijk af of het wel goed met u gaat. Door naar de bijdrage van de heer Van Houwelingen namens FVD. Ja, dank u voorzitter. Dit debat gaat over zwangerschap en geboorte. En ik zou graag over twee onderwerpen kort iets willen zeggen. Het eerste onderwerp is abortus. Het tweede onderwerp is de verloskundeafdeling in het Zoetermeerziekenhuis, waar we vandaag een petitie van hebben ontvangen. Om het eerste onderwerp te beginnen. We hebben dat al vaak opgemerkt. Hè, wat Forum voor Democratie betreft is elke abortus een tragedie. Omdat een ongeboren kind, een ongeboren leven voortijdig beëindigd wordt. En dus nooit tot volle wasdom zou kunnen komen. Er zijn in Nederland ongeveer 30.000 abortussen per jaar. Dat is wat ons betreft te veel. En we zijn in ieder geval blij om te lezen in de brieven van de staatssecretaris dat het kabinet ook het aantal ongewenste zwangerschappen en ongewenst onbedoelde zwangerschappen wil terugbrengen. Maar als ik dan die brief lees, dan ben ik toch een beetje teleurgesteld. En is er iets wat ik dus niet goed begrijp. Hè? Bijvoorbeeld in die brief van 8 juli 2022 van de staatssecretaris, daar worden dan de leidende principes genoemd om dus het aantal ongewenste zwangerschappen terug te dringen. En dan schrijft de staatssecretaris: de gezondheid, ik citeer, van vrouw en kind en de autonomie, keuzevrijheid van de vrouw zijn hierbij leidend. Nou, dat zijn natuurlijk belangrijke principes. Maar ik had toch verwacht dat op zijn minst in deze brieven, zeker van deze staatssecretaris van ChristenUniehuizen, dat op zijn minst een aantal keer dat het leidend principe genoemd wordt van het belang van het ongeboren leven van het kind. Dat wordt helemaal nergens genoemd in deze brieven. En dat is voor mij echt onbegrijpelijk. En dan verderop, ik citeer nog even één zin. Het noodgedwongen moeten komen tot een besluit over een onbedoelde zwangerschap is voor het betrokkenen stressvol, verdrietig en belastend. En dat is natuurlijk zo. Hè? Dus dat wordt dan ook genoemd. Maar en dat is voor de ouders zo. Maar dat wederom wordt weer dat kind niet genoemd. Dus mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is: waarom wordt nergens in deze brief dan op zijn minst toch het belang van het ongeboren kind genoemd? Ja, ik zie de staatssecretaris een beetje grappig kijken, maar ik vind eigenlijk helemaal niks grappigs aan. Ik snap ook niet goed waarom hij zo loopt te grinnegappen. Ja, nee, ik vind het heel vreemd. En de tweede vraag die ik zou willen stellen gaat voor over... Voor u dat gaat doen, heeft mevrouw Paulus maar een vraag. Ja, voorzitter, ik vind de inbreng altijd een beetje ingewikkeld, maar nu helemaal omdat u, en dat doet meneer Van Houwelingen zeer bewust, een verwijzing maakt naar de achtergrond van deze staatssecretaris. Maar het is gewoon het kabinet wat hier beleid heeft afgesproken, waar we ook meerdere keren over gedebatteerd hebben, waar u ook meerdere keren, of waar meneer Van Houwelingen, excuus voorzitter, ook meerdere keren zelf een inbreng heeft kunnen leveren en wat heeft kunnen wijzigen. En dan vind ik het wat, nou, ik vraag me eigenlijk af of het wel goed met u gaat. Dank voor de vraag. Bij mij gaat het uitstekend. Nee, waarom ik dat bewust opbreng is omdat deze kabinetsperiode, en u weet dat als geen ander trouwens, is natuurlijk eigenlijk er alles aan gedaan om abortus eerder makkelijker dan moeilijker te maken. Die 5 dagen bedenktijd is gesneuveld. En dan had ik toch verwacht, ik dacht dat dit het enige punt was wat de ChristenUnie had binnengesleept, om ervoor te zorgen dan op zijn minst dat het aantal abortus wordt teruggedrongen. En dan verwacht je in zo'n brief toch op zijn minst dat er 1 keer wordt genoemd dat het de waarde van het ongeboren leven een heel belangrijk uitgangspunt is. En dat is dus niet zo. En daar ben ik dan teleurgesteld over. Dat wil ik dan even benoemen in mijn inbreng. Mevrouw Bikker heeft ook een vraag voor u. Ja, voorzitter, dank u wel. En dank aan de heer Van Houwelingen ook voor het benadrukken van de waarde van het ongeboren leven. Dat voelt de ChristenUnie-fractie volledig met hem. En dat is ook de reden waarom wij vol overtuiging ons hebben ingezet voor het omlaag brengen van het aantal abortussen. Omdat we juist ook zien dat juist op dat punt er in Nederland nog veel werk aan de winkel is. En ik zou de heer Van Houwelingen juist daarom ook willen uitnodigen om ook nieuwe suggesties daarin toe te voegen die ook helpen om dat aantal abortussen omlaag te brengen. Dus welke voorstellen kunnen we daarin van de forumkant ook verwachten? Meneer Van Houwelingen. Nou, echt heel veel dank voor deze interruptie, want u stelt me helemaal in staat om mijn suggestie hiervoor. Dat was het eigenlijk tweede deel van mijn betoog. Dus daar ga ik met mijn betoog door, want we hebben inderdaad een suggestie. En dat betreft de voorlichting over abortussen op middelbare scholen, dan vooral in de bovenbouw. Wat wij begrijpen, gebeurt er eigenlijk op dit moment niet of nauwelijks iets. En waar denk ik dan aan? Aan voorlichting die duidelijk maakt, wat is nou een abortus? Wat is nou een abortus? En wat is vooral een laat abortus? Hoe ziet dat eruit? Zo'n instrumentele abortus, waarbij dus een ongeboren leven, ja, in stukken wordt geknipt, uit de baarmoeder wordt gehaald. Dat is allemaal niet even fijn, maar dat moeten mensen toch weten. En daar is nu geen voorlichting voor. Dus mijn vraag zou zijn, van waarom gebeurt dat niet? We weten uit een goed stuk uit de NRC trouwens, een half jaar geleden, dat zelfs medewerkers in abortusklinieken zoveel moeite kunnen hebben met een laat abortus, dat ze op de dag dat dat dan gebeurt, dat ze dus niet op hun werk verschijnen. Dus dit moet bespreekbaar zijn. Dit moet ook
Die informatie moet bekend zijn bij mensen in, denk ik, in de bovenbouw, op een pedagogisch verantwoorde wijze. Uiteraard, dat gebeurt op dit moment niet of nauwelijks. En ook bijvoorbeeld onderwerpen als abortusspijt of bijvoorbeeld alternatieven voor abortus, hè, adoptie. Dat komt, voor zover wij weten, niet voor in het lespakket. Dus mijn vraag, dat is dan ook mijn concrete suggestie, in antwoord op de vraag van mevrouw Bekker, zou dan dus zijn om toe te voegen aan het lespakket op een pedagogisch verantwoorde wijze van de middelbare school. En mijn vraag aan de staatssecretaris, is die daartoe bereid? Dus dat is mijn vraag. Staatssecretaris, dan ga ik over op mijn tweede en laatste onderwerp. U heeft nog een klein minuutje. Dat is precies goed. En dat betreft, we hebben vanmorgen een petitie ontvangen, hè, van artsen en verloskundigen van het Zoetermeerziekenhuis. En daar wordt de afdeling verloskunde wordt daar gesloten. En dit is een vraag aan de minister. Ik ben dus heel benieuwd hoe de minister daar tegenaan kijkt. We weten, deze minister staat bekend om concentreren. We hebben heel veel debat over gevoerd. Wij kijken daar fundamenteel anders tegenaan. Maar we hebben dus gehoord vanmorgen dat in dit geval het zelfs zo is dat dan het kan betekenen dat er geen goede zorg meer wordt geleverd. En dat zeiden de petitietekenaars. Die zeiden ook dat zou die verloskundige afdelingen niet zijn, dat er dit jaar in ieder geval waarschijnlijk één baby om het leven zou zijn gekomen, omdat hij niet op tijd goede zorg had gehad. Dus ik zou graag aan de minister willen vragen, hoe kijkt hij nou aan tegen het sluiten van die afdeling in Zoetermeer? Dat is het. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Houwelingen.